Heette jouw juf vroeger ook Ellen? En ik doe lekker waar ik blij van word. Wachten. Ja. Even wachten. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Tina. Ik ben Pieter en ik ga veel antwoorden geven op jullie vragen die jullie gesteld hebben via de Tina's Instagram. Hebben jullie er zin in? Ik ook. Doe alvast een duimpje omhoog en let's go. En dan gaan we met de eerste vraag beginnen van Rivka Laagstreepje de Groot. Hey Pieter, hoe gaat het met jou? Hey Rivka, het gaat met mij goed. Ik zit lekker op het water, in de schuit, in het zonnetje. En hoe gaat het met jou? Vraag 2. Hoe oud ben je? Ik kom uit 1995 en dat betekent ik ben 26 jaar jong. Wanneer ben je begonnen met TikTok? Ik ben met TikTok begonnen 4 februari 2021. En daarvoor was ik altijd al actief met filmpjes. Maar op TikTok sinds februari dit jaar. Wat vind je zo leuk aan juf Ellen? Juf Ellen, ik vind het mimiek leuk. Ik vind het, ja, het lekkere, de trekjes, het gesleutel. Ik weet het niet, ik vind het gewoon een leuk, fijn typetje. En die enorm gewaardeerd wordt. Wachten. Ja. Even wachten. Golven. Volgende vraag van Pien Gootjes. Heette jouw juf vroeger ook Ellen? Ja, ik had vroeger ook een juf Ellen in groep 5. Ik heb haar sindsdien nog nooit meer gezien. Ik hoop dat ze ooit mijn filmpjes heeft gezien en dat ze erom kan lachen. Ik heb hier een vraag van Puk laagstreepje Verhoeks. Hoe kwam je op juf Ellen? Groetjes Puk. Ik kwam op juf Ellen. Eigenlijk is het een beetje uit de hand gelopen, want ik deed voor een TikTok een brilletje op en mijn haar een beetje raar. Vervolgens ging die video enorm viral. Heel veel mensen hadden hem gezien. En toen kreeg ik alleen maar reacties van we willen meer van de juf. En toen gaf ik haar de naam Ellen en toen gaf ik haar de bossleutels. Toen ontstond juf Ellen. Welke video van jezelf vind je het leukste? Ik denk toch wel de video van in de kerk. Want ik had dat vroeger heel vaak, dat ik in de kerk zat en op een gegeven moment werd er gezongen en ik wist niet welke bladzijden ze waren. En altijd wel een oudere man met zo'n knipoog van, hallo jongen. En dat vind ik een heel herkenbare video. Had je ooit verwacht zo ver te komen met TikTok? Vraagt Elisa Geurts. Verwacht niet, gehoopt wel. Maar ja, ik had al snel door dat ik best wel snel kon groeien. Naarmate ik al meer views pakte. Uiteindelijk ja, is dit wel wat ik wou. Hoe kom je aan alle ideeën voor de situaties met juf Ellen? De meeste ideeën, 99%, verzin ik zelf. En dat verzin ik tijdens het ja, de dagelijkse leven. Tijdens het autorijden of tijdens het werken, tijdens het varen. Ik kan in principe over alles wel een filmpje maken. En daarnaast krijg ik nog heel veel tips en ideeën van mijn fans. Krijg je ook wel eens haat? Zo ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik krijg ook wel eens haat. En dat zijn ja, negatieve reacties van niet grappig of stoppen mee, want het is kinderachtig. Maar goed, ik vind het leuk. En ik kan, denk ik, aan mijn volgers te zien heel veel mensen laten lachen. En ik doe lekker waar ik blij van word. Ik heb hier een vraag van Les Vorst. Wat zou je willen worden als je niets meer met TikTok zou mogen doen? Ja, gelukkig zijn er nog meer platformen. Niet alleen TikTok. Maar ik denk toch, ja, dan zou ik blijven doorgaan met filmpjes maken. En ja, desnoods op het in het theater, op het podium. Iets met een camera en ja, de mensen vermaken. Dat was hem alweer. Bedankt voor al jullie vragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op Tina TV. Voor nu, fijne dag!